Elk jaar op 15 augustus wordt op diverse plaatsen in de provincie Utrecht de capitulatie van Japan in 1945 herdacht. Daarmee kwam een einde aan de bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Ook in de gemeente Stichtsevecht wordt jaarlijks stilgestaan bij het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog. Sommige inwoners van die gemeente maakten de Japanse bezetting aan den lijve mee. Wat waren hun ervaringen tijdens de oorlog in voormalig Nederlands-Indië? En wat weten ze er nog over te vertellen? Ja, ik ben Leo Bloemhart en ik ben geboren in voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea. Ik woon hier 42 jaar in te Breukelen. Ik ben geboren in 1936, 13 maart om exact te zijn, op Batavia. Vroegere Batavia, tegenwoordige Jakarta. Ik heet Wietske Benschop, nu getrouwd met Jan Vermeulen. Ik ben geboren in oktober 1935 in Indonesië, voormalig Nederlands-Indië. Ik ben Emma Latulete Papilaya, die twee naam tegelijk. En ik ben geboren in Midden-Java. Ik ben Lili van Laarwijk van Paps, Antonijs. Ik ben geboren op 12 januari 1939. Ik was 3 jaar toen de oorlog uitbrak. Ik ben geboren in Cheribon en dat ligt op de grens van West- en Midden-Java. Ik ben geboren in 1940 in Bandung, waar mijn ouders in het zendingsonderwijs zaten. En mijn zusje is daar ook geboren en mijn beide broers die zijn ook in Indië geboren. En daar zijn ze hun leven begonnen eigenlijk, als getrouwd stel. En ik was net 6 toen de oorlog uitbrak. Pearl Harbor in december 1941. Het Koninkrijk der Nederlanden acht zich in staat van oorlog met Japan. De Japanners vielen begin 1942 Nederlands-Indië binnen. Daarvoor hadden de Nederlandse strijdkrachten al in geallieerd verband meegevochten tegen de Japanse invallen in Maleisië en Singapore. Die vonden vrijwel gelijktijdig met de aanval op Pearl Harbor plaats. Japan streefde naar één groot Aziatisch rijk onder Japanse leiding en beloofde de Indonesische bevolking van de Nederlandse koloniale overheersing te bevrijden. Op 1 maart 1942, vroeg in de ochtend, vielen de Japanners de noordkant van het hoofdeiland Java binnen. Dat was kort na de bekende slag op de Javazee. Het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, was ernstig verzwakt en werd na iets meer dan een week verslagen. De Nederlandse regering gaf zich over en Nederlands-Indië kwam onder Japans gezag te staan. De Japanners zochten in Indonesië grondstoffen, want daar hadden ze te weinig van. En ze hebben het eerst in China geprobeerd, in voor-Indië, achter-Indië, Birma, Siam. En ze wouden zelfs nog naar de Filipijnen. Maar Indonesië was natuurlijk heel rijk aan grondstoffen. Er was veel olie op Borneo, veel raffinaderijen en grondstoffen. Er was bauxiet en noem maar op. En dus ze hadden Indonesië gewoon nodig. Nou, dat kon ik me goed herinneren dat de oorlog is in aantocht. Tenminste, werd over gepraat. De oudere kinderen wisten er al van via hun schoolvriendjes, er werd er over gepraat. Mijn vader, die dus in zijn dienstplicht in Nederland had gedaan, was dus reserve en werd meteen gemobiliseerd. Nou, de Jappen die kwamen dus met hun vliegtuigen op brommend en ronkend en bommen werpen over de stad heen. Overdag konden we nog wel een plekje zoeken in de schuilkelder, maar 's nachts, als het donker was en wij sliepen, dan was je niet op tijd. En dan zochten we met dekking onder het bed. Als kinderen moesten wij een stuk gum aan het touwtje om ons nek hangen. Als de bommen vielen, moesten we dan daarop bijten. Misschien met je oren niet, trommelvliezen niet breken of zo, denk ik dan nu. Het is vreselijk. En toen het echt uitbrak, toen moest mijn vader met nog een ander man, moest hij alle fabrieken moest hij onklaar maken. De bruggen werden ook opgeblazen en zo. Dat kon ik me nog goed herinneren. Nou, toen ze dus gek genoeg op fietsen ook binnenreden,
En niet allemaal in auto's, maar wel met die gekke kappen, die mutsen met achter hun nek bedekt was. En met die laarzen van hun. De jappen kwamen wel binnenvallen en kwamen ook in de straat en de huizen bekijken of er wat nog was of wat dan ook. Daarna kwam die oorlog. Oh, hoe langer hoe erger. Wij hebben geen eten. En toen mijn moeder blijft ziek geworden. Mijn moeder kan niet meer, omdat misschien door de zenuwen van haar verlamd ze. Ze kan niet meer. Wat moeten wij doen? Ik ben nog klein. Ik begrijp dat niet. Mijn moeder die kan niet meer lopen. Dus als mijn moeder wil lopen, alleen in huis, dus met die klompen. Die klomp is bij haar vingers en gaat ze kruipen daarin. Ik moet koken. Nou, ik kan niet koken. Als ik praat zo, dan voel ik pijn. Ondanks de Nederlandse overgave zetten een aantal strijders de strijd voort. Een guerrilla-leger bestaande uit Nederlanders en Australiërs vocht op Timor door. Mede daardoor werd de bezetting van Australië voorkomen. En toen is mijn vader gestuurd naar Timor. Dus dat betekent ook dat alle strijders op Timor zich moesten overgeven. De meesten, 1200 man, Australiërs en Nederlanders, die zijn krijgsgevangenen gemaakt. Alleen mijn vader kreeg de opdracht van zijn commandant om door te vechten. Om een guerrilla-strijd te gaan voeren in de oerwouden van Timor. Dat hadden ze overlegd, de Australische commandant en de Nederlandse commandant. En samen met de Sparrow Force, dat is de commandogroep van de Australische leger, heeft mijn vader met 350 knilmilitairen 10 maanden lang een guerrilla-oorlog gevoerd in de oerwouden van Timor. Want uiteindelijk vochten 600 commando's tegen een leger van 12.000 Japanners. En de tactiek van guerrilla is, ze noemen dat hit and run, hè. En in de eerste maanden waren geloof ik 600 Japanners gesneuveld door die acties. En de Japanners hadden daar zo de pest over in, dat ze op een gegeven ogenblik dachten van wij moeten dit stoppen. En ze hebben toen ook de tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Dus dat betekent oprukken in dorpen waar ze vermoeden dat er steun geleverd werd aan de commando's. Want die commando's kregen met name steun van de lokale bevolking. Die gingen ze platbranden en ze gingen steeds verder. Dus het werd heel hachelijk. Tijdens een van die commandoacties lukte het om de commandoeenheid om een radio van de Japanners te stelen en te bemachtigen. Ze hadden gelukkig ook in hun groep een techneut, iemand die verstand had van radio's. En die kon die radio aan de praat krijgen. En daarmee hebben ze dus Australië kunnen informeren dat ze zich niet overgegeven hadden en dat ze nog steeds aan het strijden waren. En vanaf die tijd, dan praat je over april, hè, april 42, heeft Australië hulp geleverd door vanuit de lucht voedsel te droppen en ook wapens te droppen. En vanuit de kust zonden ze af en toe ook wat versterkingen, andere commando-eenheden met wapens. En daardoor hebben ze het een aantal maanden vol kunnen houden. De Japanners interneerden een groot deel van de Nederlandse en Nederlands-Indische bevolking in kampen. Dat gold ook voor families van knilmilitairen van Molukse of andere afkomst. Er waren speciale kampen voor vrouwen en kinderen. Jongens werden daar vanaf een bepaalde leeftijd weggehaald en overgeplaatst naar mannenkampen. De strijders van de knil werden krijgsgevangen gemaakt en gedwongen te werken aan de spoorlijnen op Burma en Sumatra. Die zouden bekend worden als de dode spoorlijnen. Ook werden krijgsgevangenen onder erbarmelijke omstandigheden naar Japan overgebracht om daar dwangarbeid te verrichten. Binnen en buiten de interneringskampen verslechterden de leefomstandigheden in rap tempo door ziekte en gebrek aan eten, hygiëne en medicijnen. Maar langzamerhand de vrouwen hadden geen inkomsten meer, want de mannen waren of geïnterneerd of gevangen, burgers gevangen gezet. Dus die kropen allemaal uit veiligheid en zuinigheid bij elkaar. Opeens waren ze in de achtertuin. Er waren de stoottroepen die dus door Noord-Java, stoottroepen,
Er werd gezegd, hier zitten ze. Zaten alle vrouwen en kinderen in een grote kring. En daar kwamen die doodvermoeide, bezweten Japanners. Kwamen tussen ons in zitten. En we hebben ijswater laten komen, want ze hadden vreselijke dorst. Ze waren heel vriendelijk. De kinderen kregen een aai over hun hoofd. Er waren Japanners om je heen. Maar vreemd genoeg hadden wij eigenlijk nooit zo gek veel last van de Japanners als kind. Want Japanners zijn op zich heel lief voor kinderen. Mijn zus was 15 en de vrouwen in de straat vonden het dan beter dat ze bij hun overdag kwam. En dan moesten ze leren breien. Breien sokken voor de Japan. De grotere kinderen die al konden lezen en rekenen en taal. En de andere kleintjes die mochten dan op leien tekenen. Op een dag kwamen ook daar op het erf de Jappen binnenrijden in hun auto's. Eén Jap was zo boos geworden dat zij dus ons kinderen nog les gaf, had hij een potlood genomen en zo door haar hand gestoken. Toen de Jappen binnenvielen, werd mijn vader meteen gevangen gezet en gevangen genomen en vervoerd naar de Pakambaru spoorbaan op Sumatra. En plotseling kwamen een aantal vrachtwagens en al die kinderen die werden in die vrachtwagen gestopt. Toen werden we opgepakt, werden we met wat je bij je hebt, een klein bundeltje kleren, werden we in een vrachtauto gedouwd en toen zagen we pas dat de Japanners echt in Sumatra waren. We waren op school, mijn zus en ik waren op school. Die hele school die werd dan alleen op die Duitse kinderen na, die mochten dan naar huis. Nou, en de rest werd dan alles meegenomen. Zowel dus de Molukkers als de Manadonezen, de Sundanezen, Javanen, ook andere Indonesische bevolkingsgroepen. Maar als ze dus de Nederlandse nationaliteit hadden, toen de gelijkgestelden, zou ik zeggen, die waren ook allemaal opgepakt. Ja, ja, we waren in zo'n hele grote zaal, zal ik maar zeggen, zo'n aula. En toen werd ons gezegd dat wij geëvacueerd werden en in vrachtauto's gedouwd. En dan, ja, later kwam mijn moeder ook nog. Dat heette Tanjung Karang. Dat was een oude politiekazerne en daar werden ze ondergebracht. Een heel groot complex was dat met allemaal onklare auto's, militaire auto's en zo. Dus hebben we al die banken en zo hebben we gesloopt om erop te kunnen slapen natuurlijk. Hè? Dat is vreselijk hoor. Gelukkig, zei ze, kwam mijn moeder later daar ook. Dus samen met haar zus vond ze haar moeder daar toch weer terug in die politiekazerne dan. Uiteindelijk ben ik als kleine jongen op transport gezet met mijn zusje en mijn moeder naar een van de kampen in Midden-Java. En ik weet niet of het de Ambarawa meteen was of dat het Muntilan was, dat weet ik. Maar in ieder geval, Midden-Java hebben we dus in die verschillende kampen gezeten. Mijn broers en zusjes en ikzelf werden we toen vervoerd naar een plaats hoog in de bergen. En daar is de vrouwenkamp en kinderen, wat ik dus heb gezien en ondervonden. Ja, nogmaals, ik was toen een jaar of 6 of 7, dacht ik. Mijn vader is na de capitulatie is hij dus op transport gezet. Wij dachten eerst naar Borneo, dat bleek gelukkig niet zo te zijn. En is naar Japan afgevoerd. En daar bleek hij, toen hij terugkwam, hoorden wij dat hij, dus dat hoor ik, dat hij in de koperbijna had gezeten. Gelukkig, we hadden natuurlijk gehoord van Hiroshima en zo. Maar hij zat gelukkig ietsje daaronder. Dus hij is uiteindelijk teruggekomen en we zijn herenigd. Ook de jongens zijn weer teruggekomen uit het jongenskamp. Dus dat was toch wel een klein feestje. Het huis van de kampcommandant moest je op appel komen. Ziekenrapport en nummeren. Ich ni san si go roko sichi hachiku ju tu ich ni enzovoort. Op appel moest je dus op een gegeven moment ook je aanwezigheid kenbaar maken door in het gelid te gestaan. En als je dan aan de beurt werd, dan moest je dus in het Japans moest je nummer tellen. 1, I, Ni, San, Si, Gorok. Dat vonden de mensen niet zo leuk, de volwassenen.
Wat mijn zusje en ik dan deden als spelletje, is dus achter die mensen langslopen en in plaats van dat zij het zeiden, zeiden wij dat. En er kwam de Jap langs, dan werd er geroepen, Kjotske in de houding, Kire buigen, Nore omhoog komen, Jasme op de plaats rust, Wakkere uitrukken. En dan was het appel voorbij, maar dat duurde eindeloos, want het klopte, de getallen, aantallen klopten nooit, dus het moest over en over en over en over. Wij waren bewaakt door Japanse soldaten en iedere ochtend moeten wij daar dus op appel en daar moest je een Japans volklied zingen, de Kamigayo. Nou, er is, wat ik ook nog kan herinneren, er is een vrouw, dus als het tijdens het hijsen van de vlag, moeten we allemaal een buiging maken. Maar er is een vrouw, die kan niet zo goed buigen, want ze had waarschijnlijk zo'n bobbel op haar rug. Dus ze maakt maar een kleine buiging, dus ze kan niet helemaal, maar ze moet echt helemaal, als het kan, tot je knieën gaan buigen. Nou, toen, maar ze kon dat niet, maar toen was een van deze Japanse soldaten kwam naar haar toe en schreeuwen en zei, ja, je moet toch buigen in het Japans. Ik weet ook niet, maar een hoop geschreeuw hoor ik dan. En plotseling haalt hij uit naar haar met zijn van die lange geweer van haar. En dan sloeg ze haar. En als we buiten spelen en je zag een groep soldaten, dan moet je in de houding staan en dan buigen. Vreselijk, ook als kind hoor. De moeders hadden zware corvées in de keuken, koken op houtvuren, vaak was het hout nat, voor ruim 7000 man eten koken. We hebben 2 dagen zijn we gestraft, is er geen eten uitgedeeld. Ze moesten goten schoonmaken, ze moesten buiten het kamp waar de grote moestuinen, zwaar tuinwerk doen. Daar kwamen ook de jongens uit het jongenskamp en dat was de gelegenheid waarop je je eigen zoontje kon zien. Dan had je toch de ziekte, de kinderziekte, apenpokken, waterpokken, mazelen, oorontstekingen, pijnlijke oorontstekingen. De moeders hadden tropenzweren, zware malaria aanvallen met hoge koortsen, beriberi en geelzucht. En alles werd thuis of in het kleine ziekenhuis uitgeziekt. Gemartelde vrouwen gezien toen ik eten moest halen. Die moesten de hele dag geknield zitten in de brandende zon. Zij hadden een bamboe onder hun knieën, waardoor hun bloedsomloop helemaal afgeknepen werd. En dan als je wat gedaan hebt en zo, dan krijg je wel eens met zo'n rotan, zo worden je benen geslagen en zo. Ik was toch wel bang. 'S Avonds werden ze met water begoten om je bij te komen en op een stenen vloer in een hok gelegd. En de volgende dag moesten ze weer. En ik kon van schaamte en ellende, durfde ik niet naar ze te kijken. En nu nog schaam ik me dat ik niet als kind een kroesje water ben gaan brengen. Maar dat was natuurlijk onmogelijk. De laatste maanden van de oorlog verzwakte Japan aanzienlijk. Het land capituleerde echter pas op 15 augustus, nadat er atoombommen waren geworpen op Hiroshima en Nagasaki. Daarmee was voor de inwoners van Nederlands-Indië de ellende echter zeker nog niet voorbij. 2 dagen later riep Sukarno de onafhankelijke staat Indonesië uit en begon een hetze tegen alles wat met Nederland te maken had. Vooral jonge Indonesiërs, de beruchte Pemuda's, gaven daar gehoor aan. Er werd op grote schaal gemoord en geplunderd. Het was opeens afgelopen. En dan 2 dagen later die onafhankelijkheidsstrijd. Ja, dat heeft veel meer met mij gedaan dan eigenlijk de Jappertijd. Ja, ze strooide die brief van 15 augustus overal, dus alle militairen. En toevallig die vliegtuig die lopen, die gaat daar vliegen. Mijn vader en die alle militairen openen die handdoeken en die alles. Die hebben toch geschreven altijd naam
En die bijvoorbeeld soldaat eerste klas of tweede klas met die legernummer, die stamboeknummer, 5 nummer. Dus hebben ze, gezien van boven, oh, dat is allemaal militair. Nou hebben ze die, brief gestrooid. Toen is er, de tijd, met Siap-tijd, was toen net na de Japanse capitulatie. Een vrijstrijder, Indonesische vrijstrijder onder leiding van Soekarno, Hatta en Mohammad Roem, hebben ze toen ook de Republiek Indonesië, en dat was in 17 augustus 1945, hebben ze toen uitgeroepen. Soekarno, die riep de Republiek Indonesië uit 2 dagen later, dat was 17 augustus 1945, begon de onafhankelijkheidsstrijd. De Bersiap-tijd ook wel genoemd, waarbij men al moordend door het land ging. Hè. De Japanners werden in plaats van hun tergers en de bewaking, werden dat, ja, die boden de mensen in het kamp bescherming. Na de bevrijding waren wij dus, de buitenkampers, gewoon door de extremisten was het voor ons gevaarlijker, waren wij vogelvrij verklaard. Ze konden ons afmaken zoveel als ze willen. We hadden totaal geen bescherming. Want de Nederlandse militairen, die waren er nog niet. Ze kwamen wel uit India, dat was dus Brits eigendom. India was van de Britten. Daar kwamen dus wel de Gurkha's, heette dat. En die hebben ons dus wel, totdat de Nederlandse jongens kwamen, bescherming geboden. Maar zodra zij weg waren, was het heel niet veilig voor ons. Wat ik me nog wel herinner is dat wij erg veel bezoek kregen in Batavia van de knilmilitairen. Want in Batavia stonden we nog steeds onder bescherming van, dat waren toen de tijd de Gurkha's, die aan het eind van Selembalaan hadden ze een kamp. En de Gurkha's beschermden ons dus tegen de bewegingen die dan al aan de gang waren. Ik dacht dat het de Bersiap-tijd al was. De periode, dat noemen wij de Bersiap-periode, waarin dan de Indonesiërs streden voor hun onafhankelijkheid. En dat betekent dus dat heel veel, met name jonge Indonesiërs, mijn moeder vertelt ook van die wilde jongens met lange haren. En die kwamen met bamboes en met steekwapens. En die grote mond en die probeerden te intimideren. En mensen ook schade te berokkenen, want ze wilden onafhankelijk worden. Deze situatie leidde tot het noodzakelijke vertrek van honderdduizenden inwoners van voormalig Nederlands-Indië in de jaren na 1945. Een deel reisde naar de Verenigde Staten en Australië. De meeste gingen echter per schip en enkele per vliegtuig naar het moederland Nederland. De Molukse knilmilitairen die hard hadden meegevochten en trouw waren gebleven aan de Nederlandse vlag en koningin, werden in 1951 op dienstbevel naar Nederland gestuurd. Aanvankelijk slechts voor 6 maanden. En Soekarno vond dus alles wat blank en half blank was, dat hij maar moest vertrekken. Wij hoorden daar niet meer thuis. En zo zijn wij, mijn ouders, mijn broers en zus en nog een nichtje, dat is het dochtertje van mijn zus, zijn wij op 28 mei 1951 naar Holland gekomen. Van Ceylon naar Rotterdam. Daar stond iedereen langs de waterweg te zwaaien. Wij dachten dat is voor ons, maar dat was helemaal niet waar. Dat was voor de Nieuw Amsterdam, die weer na de oorlog thuis voer voor het eerst. En wij zijn in steeds wijdere kring om Amsterdam gaan zoeken. En zo zijn wij in Breukelen terechtgekomen. Alleen wel, moet ik zeggen, toen wij hier in 2006 kwamen wonen en wij dit appartement aan het schoonmaken waren, toen zat ik gehurkt op de vloer om iets schoon te maken. En toen raakte ik opeens in paniek. Ik hoorde een brommen en een ronkend geluid. En toen vroeg ik in paniek, wat is dat?
En een vriend van ons die ook hier was, die zei, doe maar rustig, want het zijn de boten die hier langs waren. Je hoort hun dieselmotoren. Dus dat heeft wel impact op mij gehad, dat het nog nawerkte in 2006.